Een pasgeboren baby begint het leven vaak met gehuil en gekrijs. Hij gebruikt meteen de stem. Stemgeluid hangt nauw samen met ademlucht die uit de longen wordt geperst. Maar de longen hebben zelf geen spieren. Andere onderdelen, zoals het middenrif, zorgen voor de adembeweging. Het middenrif is een gespierde, soepele scheidingswand tussen borstkas en buikholte. De donkere vlekken zijn openingen voor de slokdarm en de grote bloedvaten. Het middenrif, hier geelbruin, ligt onder tegen de longen. Een röntgenfilm maakt de bewegende ribben als lichte dwarsstrepen zichtbaar. De ribben kunnen op en neer bewegen dankzij de werking van de tussenribspieren. Door deze bewegingen kan de inhoud van de borstkas groter of kleiner worden. Onder in beeld is de maag te zien. Die duwt, net als de veel donkerder lever, vanuit de buikholte tegen het middenrif. Net als de ribbewegingen zijn ook de middenrifbewegingen in staat de inhoud van de borstkas te wijzigen. Hogerop in de borstholte tonen de röntgenbeelden de luchtpijp en het voortdurend bewegende strottenhoofd. De ingang van de luchtpijp opent en sluit zich steeds opnieuw. In het strottenhoofd zitten de stembanden die de ingang van de luchtpijp af kunnen sluiten. Als daar lucht vanuit de luchtpijp langs wordt geperst, ontstaat een bepaalde toon. Een schema van de luchtpijp en het strottenhoofd laat een duidelijke overeenkomst met een blaasinstrument zien. Net als bij een trompet wordt lucht door het strottenhoofd geblazen en ontstaan er klanken. En zoals men een muziekinstrument moet leren bespelen alvorens met enig succes in een orkest te kunnen spelen, moet ook de stem worden geoefend. Een goede ademtechniek is daarbij een van de voorwaarden om in een koor mee te zingen. Een model van het strottenhoofd maakt duidelijk hoe ingewikkeld de bouw is. Van buiten valt alleen de bewegende Adamsappel op, maar voor een beter beeld is echt een goed model nodig. Grijs betekent kraakbeen en rood geeft de spieren aan. De kraakbeenstukjes zijn onderling bewegelijk verbonden. De spieren kunnen ze ten opzichte van elkaar laten draaien of kantelen. Bij het slikken is al van buitenaf te zien dat het strottenhoofd beweegt. Het strotklepje gaat bij het slikken omlaag en zorgt zo dat door te slikken voedsel alleen via de slokdarm verder kan. Een röntgenfilm van het slikproces. Het strottenhoofd gaat omhoog, de luchtpijp gaat dicht en een hap eten gaat door de slokdarm omlaag. Verslikken is niet mogelijk. Een kleine camera filmt binnen in het strottenhoofd hoe de stembanden bewegen. De driehoek is de opening van de luchtpijp. Links en rechts daarvan zijn de brede witte stembanden te zien. Spiertjes in het strottenhoofd zijn betrokken bij het opengaan en sluiten van de opening tussen de stembanden. Bij het inademen gaan de stembanden uit elkaar. Om geluid te maken vormen ze een nauwe spleet. Spieren zorgen ervoor dat de stembanden naar behoefte in de lengterichting meer of minder worden gespannen. Bewegelijke kraakbeenstukjes maken het mogelijk dat de stembanden dichter bij elkaar of verder uit elkaar komen te liggen. In een animatie van een doorsnede zijn de bewegende stembanden goed te zien. Ze lopen uit in een kraakbenig gedeelte dat weer verbonden is met beweegbare kraakbeentjes.
Onder de stembanden liggen spieren die voor het spannen van de stembanden zorgen. De kraakbeentjes en de verschillende spieren maken het bewegen van de stembanden mogelijk. Stembanden bewegen zo snel tijdens het zingen dat gebruik moest worden gemaakt van stroboscopische belichting, waardoor een aantal achter elkaar genomen foto's een bewegend beeld opleveren. Voor het maken van geluid is lucht uit de longen nodig, die door de luchtpijp wordt aangevoerd. Hoe meer lucht, hoe sterker het geluid kan zijn. Bij lage tonen wordt meer lucht uitgeblazen dan bij hoge tonen. Door de passerende lucht worden de gespannen stembanden uit elkaar geduwd. De spieren onder de stembanden zorgen ervoor dat de stemspleet weer sluit. Af en toe gaat de spleet open om adem te halen. Hoe sneller de stembanden trillen, hoe hoger de toon. Het toonbereik van een baby is beperkt, maar een zangeres als Maria Callas had een bereik van 3 octaven. De stembanden vormen tonen, maar voor een mooie, klankrijke stem is meer nodig. Daarbij spelen ook de holtes in de schedel een grote rol. De lucht in die holtes gaat mee resoneren met de geluiden die de stembanden maken. En dat is nog niet alles. Ook de spieren van de wangen en de zeer bewegelijke tong zijn van grote invloed op het stemgeluid. Het begint weliswaar bij de stembanden, maar pas daarna krijgt het geluid de karakteristieke persoonlijke klank. De neusholte en de bijholten hebben bijvoorbeeld een klankkastfunctie die boventonen toevoegt aan het geluid. Zolang die klankkast goed werkt, is de stem helder, klankrijk en persoonlijk. Maar als iemand verkouden wordt, raakt de neus verstopt. De resonantie blijft achterwege. De stem wordt kleurloos, nasaal. Aan de stem is al te horen dat iemand verkouden is. Een andere invloed op de aard van de stem hangt samen met het geslacht. Bij de vrouw blijft het strottenhoofd gemiddeld kleiner dan bij de man, zoals de grote Adamsappel laat zien. In de loop van de puberteit begint dit verschil in grootte te ontstaan. De eerst zo heldere jonge sopraan wordt lager in de puberteit. De stem wordt daardoor totaal anders. De stembanden van een baby zijn nog klein. Het toonbereik is daarom beperkt. Huilen is geen probleem, maar mooi zingen zal niet gaan. Tijdens de groei verplaatst het strottenhoofd zich. Tegelijk worden de stembanden langer en het toonbereik neemt toe. Rond het 11e jaar heeft een kind al een toonomvang van 1,5 octaaf. In de puberteit groeit het strottenhoofd van de man opeens snel uit, dankzij de mannelijke geslachtshormonen. Tegelijk met het beginnen van de baardgroei wordt de stem lager. De man krijgt, zoals dat heet, de baard in de keel. Dankzij de stembanden en allerlei andere belangrijke onderdelen heeft de mens een stem. Door oefening en ervaring leert hij vervolgens de stem te gebruiken, zelfs geluid over grote afstand te laten klinken.